Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes en welkom op dit oudejaarsconcert vanuit de Bovenkerk in Kampen. Een improvisatieconcert en dit concert is al tot 2 maal toe afgezegd. En dan zeggen wij hier in Nijkerkerveen, 3 maal is scheepsrecht. En deze avond worden jullie meegenomen op reis door dit concert samen met Gert van den Vijver, de Zandtovenaar. En wij denken dat het een prachtige invulling wordt vanavond. Ja, en wat u niet kunt zien op de camerabeelden, tenminste dat denk ik, is dat de kerk voor minstens 40% in de steiger staat. En dat is eigenlijk best wel een beetje een droevig gezicht als je daar zo een avond aan het musiceren bent. Dus ik wil jullie van harte uitnodigen om eens een kijkje te nemen op de website van stichtingbovenkerk.nl. En word dan vooral vriend. Ik wens jullie een genoeglijke avond en geniet ervan.
Marco, kan je ons iets meer vertellen? Je noemt dit een improvisatieconcert. Nu maken wij daar hier thuis af en toe wel eens wat van mee. Dan schuif je even achter de piano, je oefent eens even wat. Maar we zien je ook heel lang niet. Dan heb je je teruggetrokken en dan ben je dat aan het voorbereiden op je orgel. Kan je iets meer vertellen hoe dat voor jou in zijn werk gaat? Ja, met een improvisatieconcert is dat altijd een beetje gek. Want je bent natuurlijk sterk afhankelijk van, heb je inspiratie op dat moment? Vanavond 4 improvisaties die ik dan zelf bedacht heb op oudejaarsliederen. Psalm 91 en O God die door ons voorgeslacht en nog 2 titels. Maar daarnaast krijg ik dan een paar dagen voordat we gaan opnemen, voordat het concert is, krijg ik dan van Gert een e-mailtje met zijn thema's. En meestal zitten dan aan één zo'n thema een stuk of 8 plaatjes vast die hij dan tekent. Ik heb hier dat e-mailtje, schepping, de aarde was woest en ledig, dat is zijn eerste plaatje. Maar er staat niet bij hoe lang dat hij daarover gaat duren. Nee. En ja, het volgende plaatje is een donkere watermassa, dan Gods geest zweeft over de water. En zo gaat dat met een stuk of 8, 9 plaatjes, gaat dat, dan is die klaar. En jij doet het dan soort op je gevoel. Je ziet als je dit voor je ziet, wat hij jou vraagt en wat hij je vertelt wat hij gaat doen. Dan zie jij als het ware klankbeelden bij een bepaald plaatje. Ja, ik probeer natuurlijk het liefst aan de hand van liederen een rode draad te vormen. Dat gelijk duidelijk is van wat ik doe bij die schepping. Het eerste heb ik bijvoorbeeld psalm 8 gebruikt. Dat is natuurlijk de scheppingspsalm bij uitstek die over de aarde jubelt, zeg maar, die psalm. Maar het is altijd lastig, want ik weet nooit precies waar die is in zijn verhaal. Dus je bent soms, dan is die, hij heeft hem al gehad. En dan ben je eigenlijk, loop je achter. Maar soms loop je ook voor in je gedachten. En soms dan heeft hij wel eens de neiging om, ik ga dat plaatje dan nog tussendoor doen. Of hij vergeet er een, of bewust toch iets anders. En dat is, echt improvisatie. En communiceren jullie nog met elkaar? Kan je zien wat hij beneden doet? Hoe gaat dat? Of ja, dat kun je ook zien op beeldscherm. Ik heb naast mij een monitor. En dat is gewoon 1-op-1 aangesloten met wat er beneden zich afspeelt. Dus dat is denk ik op beeld ook goed te zien straks. We hebben dit concert overigens al eerder opgenomen, vorige week. Dus vandaar dat u ook weinig tot geen knallen in het geluid hoort. Nou, leuk. We gaan ons laten verrassen. Veel plezier.
Ja, beste mensen, dan zijn we weer aan het einde van dit programma. Nog één improvisatie te gaan en dan is het bijna 12 uur. Nog een uurtje, ruim een uurtje. En dan zit het er weer op. Maar niet voordat ik jullie bedankt heb voor jullie aandacht. Ook natuurlijk voor het afgelopen jaar. Heel veel online concerten gehad. Een aantal fysieke, maar jullie hebben ons het hele jaar financieel, maar ook in allerlei opzichten gesupport. Heel veel dank daarvoor. We hopen dat jullie genoten hebben van dit concert. En ook hier is een plek om onze sponsors te bedanken. Jullie hebben ze ook langs zien komen tijdens de video met af en toe hun namen. Maar ook zonder hun kunnen we dit niet voor elkaar krijgen. Dus enorm bedankt ook voor jullie steun. En we bedanken hierbij ook Consolo, Johan van Arnhem en Harm Beens. Want ook zonder hun hulp en de dingen die zij voor ons achter de schermen doen. Chapeau! Chapeau! Nou, dan rest mij niets meer dan jullie een heerlijk uiteinde toe te wensen. Heel veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Veel gezondheid toegewenst. En ik hoop dat we elkaar snel weer live mogen zien. Proost! Proost!